Ja, en ik denk bij mezelf, het is eerste kerstdag en ik ga helemaal niks meer doen vandaag. Ik ga niks meer vloggen, niks meer opnemen en we laten de dag gewoon heerlijk aan ons voorbij gaan, zoals dat hoort op kerstdag. Maar tot mijn grote verbazing lees ik toch in de krant weer die verschrikkelijke berichten van die mensen die naar de kerk gaan. Hebben jullie het ook gelezen? Ja, daar in Staphorst. Daar gaan ze dus gewoon met honderden gewoon nog even lekker naar de kerk. Die trekken zich van niks en niemand wat aan. Heel Nederland is zich bewust van wat er aan de gang is, maar niet in Staphorst. In Staphorst denken ze bij zichzelf, hey, zoek het lekker uit. En wat dacht je van Urk? Ja, daar zijn ze ook helemaal in de war. En weet ik veel hoe die kerken ook allemaal heten. En hervormd, en hersteld, gereformeerd, hersteld, hervormd. En weet ik wat voor afslag ze daar ook allemaal genomen hebben. Die trekken zich van niets iets aan en die komen gewoon bij elkaar. Ja, en dat gaat dan allemaal onder de noemer van, ja, maar wij zijn christenen. Ja, maar wat is er nou christelijk aan om helemaal geen rekening te houden met je medemens? Hoe christelijk is dat dan? En weet je wat ze daar dan zeggen? Dan zeggen ze, jullie moeten ons met rust laten, want wij worden beschermd door God. Er gebeurt ons helemaal niks. Ja, ja. Hé, hey, daar in Urk. Sodemiet erop! Wat denk je dan van die mensen die allemaal op de IC's hebben gelegen? Hè? En wat denk je daar? En al die mensen die zijn overleden. Worden die ook allemaal beschermd door die zogenaamde God van jullie? Of doet die God alleen maar zijn werk in Urk? Of alleen maar daar in Staphorst? Oh, daar doet God alleen maar, oh, die zegt hij van, oh, maar die mensen, die bescherm ik wel. En de rest van Nederland, die kan voor die God van jullie allemaal doodvallen. Dat is wat er aan de hand is. Stel dat je klerenleiers dat jullie zijn, dat Urk en dat Staphorst, ik bedoel dan die gemeentes, daar zouden we eigenlijk gewoon vanaf moeten. Die moeten ze gewoon verbannen uit Nederland. Er moet gewoon een hek omheen zetten en zeggen van, dat is gewoon idiotenland. Dat is wat het is. Die hebben niks meer met Nederland te maken. Weg ermee. Ik ben niet eens meer boos. Ik ben niet eens meer kwaad. Ik ben daar ver voorbij. Ja, op deze eerste kerstdag ga ik nog helemaal uit mijn plaat. Daar tegen Staphorst en Urk. Jullie moeten je schamen daar.